Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe meestervoorspelling. En vandaag een hele bijzondere meestervoorspelling. Niet omdat het de tweede Champions League wedstrijd van Ajax is, wat ook heel erg bijzonder is natuurlijk en heel erg vet. Nee, het gaat erom, we doen dit in een compleet nieuwe game. Nou ja, een compleet nieuwe game. FIFA 22. En voordat we over die game gaan hebben, kijken we gewoon heel even naar de opstelling. Want daar gaan we wat dingen in veranderen nog. Pasveer zal het doel gaan verdedigen. Zet hem hier heel even erin. Niet in plaats van Darami natuurlijk. Mazraoui, Timber, Martinez en Blind. Zo ziet het middenveld, of zo ziet de verdediging eruit. Kijken we naar het middenveld. Alvarez, Gravenberg, Klaassen. Denk het niet. Ik denk ook niet dat je dit kan maken. Zeker gezien zijn statistieken en hoe hij het heeft ingevuld. En het feit dat hij gewoon 100% fit is. En Klaassen natuurlijk terugkomt. Gaat Berghuis beginnen. Op 10. Anthony, rechtsbuiten. Allaire in de spits. En Tadic linksbuiten. Danilo hebben we even op de bank gezet. Klaassen begint vanaf de bank. Maar zal zeker zijn minuutjes maken. Gaan we het hiermee opnemen tegen Besiktas. En dit zal je misschien bekend voorkomen. Want het zijn vrijwel identieke cutscenes aan FIFA 21. En dat heb ik met een heleboel dingen in deze game. Heel veel dingen voelen gewoon als een reskind FIFA 21 gaan. Dat zijn cutscenes, dat zijn presentaties, dat zijn minuutjes. En dat is jammer. Want je hebt toch meer het idee dat je zo ieder jaar toch wel een grote stap vooruit wil zien. Qua graphics, zeker als je de Next Gen patch vorig jaar hebt meegemaakt, dan is er niets anders. Zoals je kunt zien, zullen wellicht een paar kleine tweaks hier en daar zijn. Maar het zijn minimale verschillen. Er is er echter wel één heel groot verschil dit jaar. En dat is de Hypermotion Engine. Nieuw animatiesysteem. Daar gaan we het straks over hebben. Terwijl we hier even kijken naar de spelers tijdens de Champions League hymne. Sebastien Haller, de man in vorm. De man die tijdens zijn debuut in de Champions League maar liefst 4 doelpunten wist te scoren. En daar gaan we. De Hypermotion Engine dus. Nieuw animatiesysteem van FIFA. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk. Het maakt echt een groot verschil in FIFA. Het zorgt er ook gelijk voor dat animaties veel natuurlijker aanvoelen. Je veel meer controle hebt over je speler. Er zijn een paar duizend nieuwe animaties toegevoegd. Waardoor je voor iedere situatie een beter corresponderende animatie hebt. Waardoor sommige korter zullen duren. Sommige veel realistischer met de echte wereld zullen overeenkomen. En dat maakt het een stuk leuker om te spelen. En het zorgt ook nog eens voor minder voorspelbare situaties. Want waar je bij FIFA 21 en de voorgaande FIFA's natuurlijk ieder jaar had van oké, als ik precies op deze angle kom aanlopen met de spelers waar ze staan nu staan, dan gebeurt er dit. En dat weet je nu niet. 1, omdat de tegenstander beter reageert. Het is echt moeilijker voetballen, zeker op hogere moeilijkheidsgraad. Op de helft van de tegenstander. Je moet echt creatiever worden. En de tegenstander is ook intelligenter geworden. En leniger. Ze onderscheppen zoveel ballen. Zeker op hoge moeilijkheidsgraad, dus wat ik al zei. World Class is het hoogste wat ik tot nu toe heb gespeeld. Vond ik echt heel erg moeilijk. Score bijna geen doelpunten. En dat is ook omdat de keepers heel veel beter zijn geworden. Oei. En een aantal zekerheidjes van de afgelopen jaren, 100% doelpunten, tikken ze nu met speelsgemak eruit. Wat enerzijds een beetje frustrerend kan werken, maar anderzijds er wel voor zorgt dat we geen handbaluitslagen zien in FIFA. Althans veel minder, het kan nog wel eens voorkomen natuurlijk. In mijn plays de afgelopen weken nog niet. En hier een goede diepe bal op Anthony. Maar zoals je ziet, gelijk 2 spelers duiken er bovenop. De computer geeft vaak goed rugdekking. Allee, komt er net niet bij. Maar wat ik al zei, het is echt heel veel moeilijker om een doelpunt te scoren. Het nieuwe systeem, Hypermotion heet het dus.
Ik ben vooralsnog zeer onder de indruk. Je moet het echt zelf ervaren. Het voelt als een compleet nieuwe FIFA. Ook het schieten is verbeterd. Het voelt dynamischer. Het voelt toch weer anders. Berghuis hier met de bal op Anthony. Anthony toch wel de hele tijd de gevaarlijke man hier bij Ajax, hoor. En ook dit. Gekrulde balletjes, geplaatste balletjes. Moeilijker. En ik weet niet of het te maken heeft met deze broadcastcam. Want standaard staat hij op de broadcastcam. Ik snap waarom ze daarvoor hebben gekozen. De nieuwe animaties zorgen ervoor dat het echt een stuk realistischer eruit ziet. En zeker in combinatie met de broadcastcam. Heb je af en toe het idee dat je gewoon naar een echte voetbalwedstrijd zit te kijken. In ieder geval hoe de spelers bewegen. En dat is mooi om te zien. Het komt tot absoluut niets. Ruimte blijft aan de rechterkant liggen bij Anthony. De man waarvan nu wordt gezegd dat hij 40 miljoen moet gaan opleveren. Oeh, leg hem hier lekker terug. En daar staat onze nummer 10, Steven Berghuis. Klaar om hem binnen te schieten. Lekker doelpunt hoor. Maar je ziet, net zoals in het echte leven, moet bijna alle creativiteit hier van onze grote vriend Anthony afkomen. Anthony die dus naar verluid 40 miljoen moet gaan opleveren. Topclubs zouden geïnteresseerd in hem zijn. We hebben natuurlijk afgelopen zomer al Bayern München gehoord. Die zou nog steeds geïnteresseerd zijn. Daar wordt nu FC Barcelona aan toegevoegd. Ik vraag me af in hoeverre dat reëel is. We kennen allemaal de situatie van FC Barcelona. Niet dat het geen club van statuur is natuurlijk, maar wel een club met een heleboel financiële problemen. En of zij dan ploeg zijn die Anthony weten los te weken bij Ajax, dat zal nog maar moeten blijken. Edson Alvarez. Hey. Hele slechte bal hier. Gravenberg komt er niet meer aan te pas. En gelijk al een grote kans. Bal op de paal van Besiktas. Probeerde hem hoog te steken naar het midden, maar ik had de bal net te ver voor me uitgespeeld. Want je sprint en je rechtstik bepalen echt voor een groot gedeelte hoe jij de bal aanneemt. En dat kan je een groot voordeel opleveren. Je kan ruimte voor jezelf creëren. Maar het kan er ook voor zorgen dat je af en toe net de bal te ver voor je uitspeelt. Of juist te dichtbij houdt, waardoor de tegenstander redelijk makkelijk weet om te scheppen. Yes, they defended really well all over the pitch. Their work rate and discipline has been excellent. But any drop in tempo and this lead could easily slip away. How about the cross? Het is ook een moeilijke verdediger, merk ik. Maar we onderscheppen hier de bal. Oh! Counter-attacking very much an option. Dan gaat hij helemaal mis. Oh, en daar staat Ryan Gravenberg klaar. Randje 16. Valt hij voor zijn voeten. En daar weet hij wel raak mee. Raad mee. Niet raak. De bal is wel raak, maar daar weet hij wel raad mee. Schiet hem hier binnen. En het staat 2-0 voor Ajax. Tegen in het echt een behoorlijk gehavend Besiktas dus. Mist 11 spelers. Maar hier in de game zijn ze nog allemaal aanwezig. Waaronder Pjanic. Speler die er ook vanavond niet bij zal zijn. Slow day at the office. Maakt niet uit. Ajax staat 2-0 voor. Hier in het prachtige nieuwe thuisshirt. Jammer van de zilveren strepen op, over de schouders. Maar ik ga niet klagen. Ik zou willen dat we voor altijd dit logo zouden kunnen behouden. Een ander ding voor de mensen die het zouden willen weten. Zit een Bob Marley shirt in FIFA 22? Nog niet in ieder geval. Momenteel alleen het thuis- en uitshirt. Dat hoeft niet alles te zeggen. Want het shirt kan ook gewoon via een DLC, via een update, via een patch toegevoegd worden aan de game. Ik weet niet zeker of dat ook vorig jaar zo was met de derde shirt van Ajax. Dat ben ik eigenlijk alweer een beetje vergeten. Geeft niet.
Ik verwacht dat hij nog wel in de game komt. Want het is natuurlijk een super populair shirt. Wat wereldwijd erkenning heeft gekregen. En hier een goede bal op Tadic. Trekt hem weer terug. Oei. En Sebastian Haller schiet hier gewoon. Weer veel te wild over. Deze moet toch 100% zitten. Deze zou toch 100% moeten zitten. Verdediging laat hier nog een beetje te wensen over. Maar wat ik zei. Een nieuw systeem zorgt voor veel potentie en een glorieuze toekomst. In ieder geval, zo ziet het eruit voor mij. Maar er zitten ook nog behoorlijk wat schoonheidsfoutjes in dus. Toch vind ik het wel jammer. Ik had wel verwacht namelijk dat we met FIFA 22 voor het eerst naar een echte next-gen FIFA gingen qua graphics. Dat is helaas nog steeds niet het geval. Korte voorzet wordt onderschept. Gooi hem hier diep. Martinez. Niet de langste. Pjanic hier aan de bal. Ik weet niet of jullie ook gisteren de persconferentie hebben gekeken na aanloop naar het duel met Besiktas. Maar dat er nu alweer wordt gesuggereerd vanuit de media dat Ajax de Champions League zou kunnen winnen, begint behoorlijk lachwekkend te worden. En een schot voorlangs van Anthony. Weet je, het seizoen is pas net begonnen. En het lijkt alsof de nederlagen tegen PSV en de ongelofelijke slechte wedstrijd tegen FC Twente alweer zijn vergeten. Of de afgelopen twee seizoenen Champions League zijn vergeten. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, zegt ze dat wel eens. En dat lijkt hier ook op zijn plaats. Wat ik vorige week zei, als Ajax goed speelt, dan kan Ajax zich absoluut meten met de absolute Europese top. Wanneer het goed speelt. Dan heb ik het over dagen zoals die 4-1 en 1-4 in Real Madrid bij Real Madrid. Dan speelt Ajax echt zoals de allerbeste van Europa. Het probleem is alleen, Ajax heeft niet die consistentie. Dus we kunnen wel zo spelen. Maar nooit over een heel seizoen. En zeker niet over alle Champions League wedstrijden. Waardoor we altijd weer tegen een bepaalde tegenstander uitgeschakeld kunnen worden. En we bijvoorbeeld ook vorig seizoen het veel te weinig hebben laten zien in de Champions League. We hebben een aantal leuke wedstrijden gehad. Maar aan het eind van de dag kwamen we gewoon tekort. En daarom is het ook een beetje lachwekkend om Ajax als kans hebben voor het winnen van de Champions League aan te stippen. Maar ja, dat is wat we natuurlijk vaak zien. Opportunisme ten top is dit. Ik kan het niet anders omschrijven. Maar in ieder geval, mooi dat men het weer positief over Ajax heeft in de Europese competities. Eerste wedstrijd tegen Sporting Portugal was natuurlijk ook om je vingers bij af te likken. Ik heb een Ajax gezien wat echt een tegenstander bij de keel greep. En deze moest naar Dele Blind, want dit is buitenspel. Iets wat je wel echt vaak ziet in FIFA 22. Ik hoop dat ze dat nog weten te fixen. De computer kiest nog te vaak de verkeerde tegenstander voor je uit. Of de verkeerde medespeler voor je uit. Wanneer je een paas geeft. En of dat nu een doorsteekpaas is of een normale paas. Het gebeurt nog wel te vaak. Geen ramp. Is allemaal te patchen. Maar het is af en toe wel vervelend. Pjanic lost it. Waarom vangt de keeper hem niet? Ik kop hem niet voor niks terug. Zoeken we hier weer Anthony op. Sebastian Haller. Now a decent goed doorgelopen. Oei, hard schot van Gravenberg op de lat. Schiet hem dus al snel te hard. Dat heb ik al wel gemerkt in de paar potjes FIFA die ik heb gespeeld. Laat alsjeblieft die nul houden. Nee, moeilijke bal. Ging hem niet worden.
Maar we hebben hem nog in bezit. Ryan Gravenberg. Only 10 minutes remaining here. En ik wilde trouwens ook nog heel even iets pitchen bij jullie. Voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn. Ik heb al een tijdje geleden gezegd, wanneer FIFA 22 uitkomt, wil ik graag een wekelijkse competitie spelen met de community. Er zijn al een aantal mensen die zich hebben aangemeld voor de competitie in Discord. Op Discord, hoe je het ook wil noemen. Dus mocht jij mee willen doen met onze FIFA 22 competitie, die zal gespeeld worden op PlayStation 5. Er is geen cross-gen helaas. Die zal gespeeld worden op PlayStation 5. Niet iedereen heeft PlayStation 5, dat snap ik. Maar we moeten toch ook iets verder vooruit kijken. Op PlayStation 5. Je hebt iedere week een week de tijd om je potje te spelen tegen jouw tegenstander. Die uitslag geef je door. Die uitslagen verzamelen we natuurlijk. En zo spelen we de competitie. Lijkt me hartstikke leuk. Wil je nou meedoen, meld je aan via Discord. In de beschrijving hieronder vind je bijvoorbeeld een link naar Discord. Klik daarop. Dan kan je aanmelden voor de FIFA 22 PlayStation 5 competitie. Een aantal dingen. Je mag geen 5 sterren teams. Het maximale zal 4 sterren zijn. En Leo schiet hem ook hier voor langs. En dat is wat ik dus zei. Ik weet niet of dat wen is vanuit het perspectief van de broadcastcam. Of dat gewoon schieten echt moeilijker is geworden. Maar dit zijn toch wel ballen die je over het algemeen ervan mag verwachten dat die erin vliegen. Dat gaan we nog heel even Klaassen brengen op 10. We gunnen onze Davy natuurlijk wel wat speelminuten. En daar laten we het gewoon verder heel even bij. Steven Berghuis gaat naar de kant. Belangrijk wel weer geweest. Hij zet zijn goede vorm voort. En daar is kind van de club, Davy Klaassen. Voor de laatste paar minuten. Teixeira. Kom op, Blind. Blind. Nee. Herkansing. Nee. Houd die nul. Hou niet de nul, oké. Okay. Ja, hij mag ook wel helemaal vrij doorlopen. Ik weet niet wie zijn directe tegenstander dat is. Je zou verwachten dat dat van Gravenberg is. Ah ja, goede goal van Besiktas. 2-1. Zo vlak voor het einde. Vervelend. Maar het belangrijkste blijft toch de 3 punten die we hiermee pakken. Terwijl Thalys hier heel eenvoudig de bal verliest. En dit was hem, jongens. De eerste meeste voorspelling in FIFA 22. Ajax Besiktas. Het was niet om je vingers bij af te likken, maar de 3 punten worden hier binnengehengeld. En ik hoop dat het vanavond uiteraard ook weer gaat gebeuren. Ik hoop dat Ajax iets beter spel op de mat legt dan dat ik hier heb gedaan. Maar ik moet echt nog zo ontzettend wennen in FIFA 22. Gun mij de tijd, gun mij de tijd. Mocht je dus willen aanmelden voor onze competitie, voor ons FIFA 22 League op de PlayStation 5, meld je aan op Discord. En bij deze, ik wens jullie heel veel plezier bij de wedstrijd van vanavond. Vond je dit nou een tof video? Vergeet dan niet om dat duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal. Er zullen nog veel meer video's volgen over FIFA, over Formule 1 en Let's Plays van de nieuwste games. Bedankt in ieder geval voor nu. Tot de volgende keer. En ik check jullie later. Ciao.